Ja, daar zijn we weer, op de RSW. Hiernaast mij staat Emiel. Ja, en hiernaast mij staat de fantastische vlogger Jeremy. Ja, natuurlijk. En de kinderen die zijn al druk bezig, zijn net binnengekomen om hier alle tenten op te zetten. Waar gaan ze nog meer op zetten? Nou, volgens mij gaan ze een keuken bouwen. En ik heb gezien dat ze iets met een vlog gaan doen straks, ook een filmpje of zo. Oh, ze gaan zelf nog filmen. Ze moeten dus genoeg gaan doen, denk ik. Ja, en volgens mij zijn ze hierachter ook al druk bezig met voor het themateam. Daar gaan ze straks naar kijken, dus ze moeten ook nog dingen bekijken. Maar als ik zo kijk, dan heb ik het idee dat het opbouwen eigenlijk al best wel hard gaat. Ja. Hoe zie jij dat, Jeremy? Ja, volgens mij moeten wij gewoon rondgaan. Ja, wij gaan rond. Wij gaan rond. En we zien jullie straks ook weer. Ik heb hier jongens, dat is ongekend wat jullie aan het doen zijn. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Dat is een beter de vraag. Jullie hebben een lint in de hand. Ja. En wat gaan jullie daarmee doen? Opmeten. En wat ga je opmeten dan? Onze aankomende keuken. Oké. Okay. Als dat niet goed is opgemeten, gaat het er slordig uitzien en dat zijn minpunten. Oh, dus het is uiterste perfectie eigenlijk. Eigenlijk wel. Nou ja, supergoed. Supergoed. Supergoed op wagen dan natuurlijk. Ja. Dan loop je hier dus even langs een kamp te gaan. En er wordt maar een partij goed gewerkt. Ik moet zeggen, volgens mij gaat het goed, hè jongens? Heel goed. Ja. Jawel, ik was zowel herkend hier door, wie zijn dit? Wie zijn jullie? Scouting Gaanderen Scora. Hey, en wat zijn jullie op dit moment aan het doen? De keuken aan het bouwen. De keuken aan het bouwen. En waar moet een keuken aan voldoen? Moet dat stevig zijn? Moet het in elkaar vallen? Het moet stevig staan, netjes geknoopt zijn en mag niet meer dan 10 palen bevatten. Oké. Hey, en is dit jullie eerste keer op de RSW? Ja. De vorige keer vielen uit vanwege corona. Oké, en hebben jullie er een beetje zin in? Ja, tuurlijk. Hebben jullie een bepaalde tactiek die jullie gaan doen? Samenwerken. Ja, samenwerken. Okay. Dus overleggen. Dus jullie gaan eigenlijk gewoon winnen? Ja. Nou, dat is de doelstelling hier. Hè? Nou, heel veel succes. Voor de eerste keer. Ik ga weer vloggen. Ik ga eens kijken hoe is de samenwerking hier. Ja, is de samenwerking hier heel goed? Het valt mij één ding op. En dat is ook vraag. Waarom hebben jullie twee verschillende kleuren blouses? Omdat zij lampen. Zij en nog iemand anders die in de tent zit, landscout zijn. En Nathan, ik en Nawel zijn waterscouts. En jullie zijn waterscouts. Oké, dus jullie zijn gemengd. En dat gaat wel goed. Ja, ik weet niet. Ja. Oh, dat gaat een soort van goed met waterscouts en landscouts bij elkaar. Zo. En te regenen. En dan ben ik hier. En oh, het begint meteen te krijgen als ik hier ga zitten. Dat kan of zijn dat ik te zwaar ben, of dat jij gewoon heel zwaar bent. Dat kan. Hey, de keuken staat al een beetje. Half. Een beetje. Hoe gaat het er nu toe? Ja, het gaat wel goed. Alleen, ik kan niet knopen. Oh. Dus en kun jij wel knopen dan? Nee. Oh, maar huh? Hoe moeten we dan deze keuken verder bouwen? Maar de twee van ons die kunnen knopen, die zijn weg. Eén is naar de wc, de andere is de jerrycan. Oh, nou. We hopen dat die snel terugkomt. Ja. Want ik zie hier dat ze ondertussen een tweepoot omhoog aan het zetten zijn. En ik heb het idee dat best wel soepel gaat. Ja. Klopt dat? Ja, hè? Daar is al voorbereid, geloof ik. Klopt dat? Ja, we hebben wel opgeoefend. Nou, daar is wel. We zien hoe slecht dat eerder ging. Stiekem is daar dus toch op geoefend. Maar welk fantastisch team staat hier eigenlijk? De zeven geiten. De zeven geiten? Ja. Geitjes. Ik heb zelf. Ja. Alleen ik praat om apart. Ik heb zelf. Ja, kom op. We gaan, ik wil van iedereen een box hebben gehad op dit kamp. Dus daar ga ik wel voor, ja. Ik moet van iedereen een box hebben. Kijk. Hallo. Hoe is de samenwerking hier? Goed. Goed, ja? Ja. De tent staat, de eerste driepoot staat. Ja. En de laatste driepoot heb je gemaakt. Twee poot. Ja, anders hebben we niet genoeg balken. Als we niet genoeg balken. Ja. Jullie gaan het helemaal redden? Ja. Succes dan. Ja. Veel plezier. Maak er wat van dit weekend. Ja, we zijn hier en we hebben een probleem. Luc, wat is het probleem? De balk is geknapt. De balk is geknapt en ben je erop gaan zitten? Nee. Hoe is dat dan gekomen? Waarschijnlijk door de irritante aanhanger van Christian. Oh, dus waarschijnlijk is hij een beetje gestuiterd en toen was hij een beetje zwak en we hadden hem helemaal mooi gemaakt. Oh. En toen... En hoe ga je het er nu oplossen? We gaan nu de paal, welke eigenlijk bovenin hoort te liggen, gaan we nu aan de tweepot maken. Ja. En dan vragen we aan de jury
of de organisators vragen we of we een touw mogen hebben en die spannen we dan ertussen. Okay. En dan kunnen we daar het zelf doen. Oké. Nou ja, succes daarmee dan. Wij zijn bij, van welke groep zijn jullie? Zweden van Voors. Zweden van Voors. En ja. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, ja, denk ik wel. Oh, en hebben jullie dan een beetje voorbereid dan? Ja. Ja. En hoe dan? Heel veel oefenen. Heel veel overleggen wat we wouden. Oké. Okay. Want jullie hebben wel een grote eer hoog te houden. Want als we op het scorebord kijken, hè, ons wisselschild, dan staan jullie heel vaak op. Echt? Ja, echt heel vaak. Oh ja. Dus jullie hebben wel een bepaald iets hoog te houden. Ja, ja. We gaan ons best doen. Nou, ja. We gaan weer vroeg om te horen. Succes dan. Dankjewel. Dankjewel.